Ja, dan, Nikki, ondanks de coronacrisis blijft immigratie een gigantisch vraagstuk. Hè? Ja, want wie denkt dat we door alle beperkende maatregelen rondom corona ineens geen migranten meer hebben die naar ons land komen, die heeft het mis. Demograaf Jan Latte die zegt tegen de Telegraaf dat er dit jaar, ondanks dus corona, 63.000 migranten meer naar ons land zijn gekomen dan dat er mensen naar andere landen zijn vertrokken. En hij baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En hij zegt, ja, die immigratie cijfers die lijken ten opzichte van andere jaren dus wel af te koelen. Maar het gevaar is dat de politiek achterover gaat leunen en denkt, nou, dat komt vanwege ons beleid. Nee, zegt hij, dat is echt puur vanwege het virus. Dus kom nou eens met een lange termijnvisie, iets waar hij al jaren voor strijdt, om eindelijk die migratiestromen in goede banen te leiden. Ja. Nou, u heeft natuurlijk ook een visie daarop. Jullie willen investeren in legale migratieroutes, hè? Onder andere. Onder andere, ja. Nou, laten we dit er even uitpikken. Betekent dat dat er meer migranten hier naartoe komen? Niet per se. Je hebt het dan bijvoorbeeld over kennismigranten. Je kunt het hebben over seizoensarbeiders. En wij vinden dat daar een veel beter systeem voor moet worden geregeld. Dus dat je kunt inzicht hebt wie er komt, wanneer ze komen, onder welke voorwaarden. Dan kun je ook plannen op huisvesting, eventueel onderwijs als mensen lang blijven. Het hangt er helemaal vanaf. De asielstromen, waar mensen vaak aan denken, dat is eigenlijk maar een klein percentage van de brede migratiestroom. We zijn, weet je, ik ben bijvoorbeeld een terugkerende migrant naar eigen land. Ik ben een remigrant. Mm. Dus er zijn veel mensen die tijdelijk ook uit eigen land weggaan, terugkomen. Er zijn mensen die hier voor een aantal jaren legaal komen werken. Wat we wel maar willen en hoe doen. Hoe zorgt u dan ook dat ze echt weer teruggaan? Nou, weet je, dat hangt er vanaf. Mensen met een werkvergunning natuurlijk, die ook belastingafdracht doen, die hier legaal wonen. Dat zijn natuurlijk de categorie mensen die je wilt hebben, want die leveren ook een bijdrage aan de economie en de samenleving. Waar we natuurlijk met z'n allen bezorgd op zijn, is een toename in de irreguliere of illegale migratie. En daar moet je ook een goed systeem op hebben. Maar je hebt een soort balans nodig om met veel landen te kunnen onderhandelen, om te zeggen, doe nou echt wat aan die uitstroom van jullie eigen mensen die geen recht hebben hier te zijn, die geen vluchteling zijn, die een economisch migrant zijn, maar illegaal komen. Ja. En neem ze terug, want ja, daar zit echt ook de grote druk. Ja, ben natuurlijk even benieuwd naar meneer Harbers. Wat vindt u van de visie daarop? Je, we moeten hier niet te rooskleurig over denken. Hè. Kijk, bij illegale asielmigratie, dat is het gewoon zoeken iedere keer naar maatregelen om dat tegen te gaan. Maar ik vind de oplossing niet dat je dan gaat zeggen, ja, dan gaan we op allerlei andere terreinen nog meer mogelijk maken. Kijk, als je kennismigrant. En dat is wat mevrouw Kaag eigenlijk wil. Als je kennismigrant bent, daar hebben we al goede regelingen voor. Hè. Anders had je nooit een ASML gehad in Nederland. Als mensen willen trouwen met iemand uit het buitenland, dat kan ook, mits diegene wel goed inburgert en de taal leert. Dus daar hebben we al regels voor. En ik denk dat we de waarschuwing van Jan Latte wel serieus moeten nemen. Daarom hebben we ook als politiek, als Tweede Kamer al gezegd, ga nou echt scenario's maken. Hoe het in de toekomst verder gaat. Hoe ver kan Nederland nog groeien? Want we zien natuurlijk overal het ruimtegebrek op dit moment. We zeggen eigenlijk ook niet heel bezorgd. We zeggen hetzelfde, maar dus het is geen rooskleurig beeld wat ik schets. U zegt hetzelfde, de VVD en D66 nee, gaan zeggen hetzelfde in. Nou, ik heb het niet over partij, ik heb het even over de problematiek. Ja. Ik heb gezegd wat er gaat over wat je nodig hebt aan type kennis, type medewerkers. Dan zijn de regelingen toepasbaar? En inderdaad, je moet zicht hebben op wie er gaat komen, wie je ook wilt hebben. Dat zegt meneer Harbers ook, dat zeggen wij ook. En kijk daarnaar hoe je dat ook inregelt. Want er zit enorme druk in de toekomst. Maar wij zijn een vergrijzende samenleving. Dus we moeten ook eerlijk zijn wie we in de toekomst willen hebben. En een humaan asielbeleid tegelijkertijd voeren. En daar zijn wij verschillend in als partij. Interessant onderwerp. Wellicht komen we daar nog een keer over te spreken. We gaan nu door.